Op 1 januari 2019 gaat de nieuwe burgemeester voor Westland aan de slag. De komende tijd buigen raadsleden zich over het profiel van deze nieuwe burgemeester. Een aantal kinderen van Westlandse basisscholen helpt de raadsleden alvast een handje en hebben paspoorten gemaakt waaraan de burgemeester moet voldoen. Dinsdagavond werden de werkstukken overhandigd aan waarnemend burgemeester Agnes van Ardennen. Dat gebeurde door leerlingen van het Startblok, de Aventurijn, de Hoeksteen, de Driekleur, de Julianaschool en de Willemschool. Zullen we beginnen met de leerlingen van de Julianaschool? Hij moet luisteren en hij moet tussen de 35 en de 50 jaar zijn. En geen vriendjes in de raad hebben. Hij mag geen vriendjes in de raad hebben. Hebben we daar wel eens van gehoord? De eigenschappen bijvoorbeeld, hij moet veel humor hebben. Hij moet aardig zijn en hij moet ook goed kunnen praten. Hij moet 's nachts kunnen opstaan. Ja, burgemeester is het dag en nacht, hè? Ja. Wij hebben een mindmap gemaakt. Weet u wat het is? Als hij bij de strandopgang een bord zou kunnen neerzetten waarop staat: hou het afval bij jezelf en niet op het strand. Want daar hoort het niet, hè? Oké. Later op de avond is de vertrouwenscommissie geïnstalleerd die de komende maanden onderzoek doet naar waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Toen waren de leerlingen inmiddels alweer naar huis.